Telesur heeft 1000 chirurgische mondkapjes geschonken aan de intensive care unit van het AZP. Telesur-directeur Mike Antonius overhandigde op 21 mei deze donatie aan Naveen Ramdani, anesthesioloog-intensivist van het AZP. Deze geste is onderdeel van het gezondheidsprogramma van Telesur, dat in het kader van de COVID-19-pandemie is geïntensiveerd. Antonius beseft het belang van het werk van de frontliners. Hij gaf aan dat er binnenkort weer een donatie verwacht mag worden. Wij beseffen het belang van de rol van de frontliners in deze zorginstellingen. Iedereen die daar zeg maar, in de frontline functioneert om ervoor te zorgen dat we en veilig zijn en dat wij snel recoveren. En wij hebben misschien geen extreme situaties in Suriname tot nog toe. Maar laten we ons blijven voorbereiden. Laten we er niet van uitgaan van we have to overcome this. Dus door blijven gaan en dit is een gebaar van ons naar jullie toe. Maar daarnaast is het niet het enige. We zijn aan het eten aan de weg aan het timmeren. We zijn bezig geweest met het samenvoegen van 178 en 019 van AZP op bij WebHelp, waar wij een hele professionele organisatie hebben als het gaat om de telefonie behandelen, telefoonafhandelingen. Maar wij werken met onze partners eraan om te kijken hoe we hulp kunnen krijgen. Deze geste die we doen komt mede door onze partner Huawei, die een aantal mondkapjes naar Suriname voor ons gestuurd heeft. We hebben zelf een bedrijfsgeneeskundige dienst waar we veel gebruik van maken. Maar aan de andere kant hebben wij zoiets van, we gaan het niet voor onszelf houden. We herkennen het belang van het werk dat jullie doen. Dus we share this. Ramdani is Telesur dankbaar voor de donatie. Hij zegt dat er nog veel werk te doen is en dat de zorgverleners zich zullen blijven inzetten voor Suriname. Er is ons alleen maar te zeggen dat we inderdaad nog niet klaar zijn met COVID en dat we ons blijven inzetten voor heel Suriname. Als zorgverleners, met verpleegkundigen en ook met luxe in AZ alleen maar. Maar de frontlinies zijn ook BOG, de repatriatieartsen die enorm goed werk verrichten en ook de veiligheidsdiensten. Naveen Ramdani van het AZP. Hij sprak donderdag bij de donatie van mondkapjes door Telesur.